Langs overhandigde je het eerste exemplaar van een boekje dat je over de burgemeesters van Aalten hebt geschreven. Ik had natuurlijk al heel veel foto's gemaakt, ooit eens van burgemeesters. En ik heb ze meegemaakt vanaf Beekjes. Al was hij toen geen burgemeester meer, maar Ere Drost van Bredevoort. Toen werd burgemeester Bouwers benoemd. Die heb ik natuurlijk meegemaakt bij raadsvergaderingen en commissievergaderingen. En daarna zijn opvolgers, dus ik had er nog wel regelmatig mee te maken. Nou, burgemeester Berghoef die kwam ooit eens met het idee om daar eens een keer een fotowandje over te maken. Hij zegt van, het is wel leuk om dat eens uit te zoeken, die geschiedenis van die burgemeesters, en daar wil ik iets mee gaan doen. Dat is er helaas nooit van gekomen. Maar goed, ik had natuurlijk wel het een en ander al uitgezocht. En op een gegeven moment kwam ik dus een handtekening tegen uit een stuk, een notariële akte, met de handtekening van Meijer Stumpf. Ja. Want toen heette een burgemeester nog in de Franse tijd Meijer. En langzamerhand ook materiaal van de opvolgers van Stumpf en Roel Vinks en ja, van de andere burgemeesters was wat makkelijker materiaal te vinden, dus toen was het eigenlijk het plaatje compleet. Maar goed, dat spookt al jaren door je hoofd? Ja, de laatste jaren ben ik toch wel wat meer begonnen met het schrijven van boeken. Ook al door de coronatijd, dat je niet meer zoveel op pad gaat. Zelf heb ik wat moeite met lopen, dus je moet toch een beetje je tijd invullen. En afgelopen jaar 3 boeken gemaakt. En op een gegeven moment krijg je daar de smaak van te pakken. Ja. Er komen ook ideeën hè, van wat is leuk om daar eens over te schrijven. Dus, moest je nog veel extra onderzoek doen, research doen voor die burgemeesters? Ik wist van een burgemeester Monnik heel weinig. Want je kunt wel Wikipedia aanklikken en dan zie je maar een paar regels staan. En toen kreeg ik een tip van iemand, kijk eens op Delfel. Delfel, dat is? Delfel is een soort archief met allerlei krantenpagina's. Hm. Ik heb gelezen, er staan 110 miljoen krantenpagina's op. En dan klik je aan burgemeester Monnik. Maar dat betekent niet dat je dan automatisch alle gegevens vindt. Je moet dus op een gegeven moment wel bepaalde onderwerpen aanklikken. Een van die onderwerpen is natuurlijk de crisistijd in Nederland in de jaren 30. Toen werd zwembad het Walvoort aangelegd. En toen werd ook de bovenslingen volgens mij nog weer verbeterd. Ja, nou en de aanleg van de ringweg was een belangrijk onderwerp voor Aalten. Dat was al gestart kort voor de crisisjaren in 1928. Daar was ook behoorlijk wat informatie over te vinden. Maar met name die aanleg van het zwembad heeft heel veel betekend voor Aalten. Werklozen die werden op die manier aan werk geholpen. Het was heel zwaar werk. Dat ging toen echt nog met de hand, handwerk. Ja. Met de handen in de schop. Ja, dus met kruiwagens. Werd daar die omgeving van Dennenoord uitgeschept. Maar daardoor kwamen wel de mensen aan het werk. En kregen ze ook een uitkering. Dus. Dat is ook de reden dat je aan die periode van Monnik wat meer aandacht hebt besteed? Nou, hij is ook 35 jaar lang burgemeester geweest. Hè? Maar dat is nog niet de langzittende in Aalten? Nog niet de langzittende. Dat was dan burgemeester Roel Vink. Alleen daar is typisch weinig over bijgehouden. Dus, vader en zoon Roel Vink, daar heb ik eigenlijk maar 3 pagina's aandacht aan besteed, want er was gewoon niet meer over te vinden. Dus, fotomateriaal was er ook niet. Ja. En van Monnik zijn echt tientallen foto's ooit gemaakt gedurende die 35 jaar dat hij dus burgemeester was. Ja. Dit zijn trouwens burgemeesters van zeg maar de oude gemeente Aalten en de nieuwe gemeente Aalten. Je hebt er niet voor gekozen om ook de fusiegemeente Dinxperlo mee te nemen. Nee, bovendien kom ik niet uit Dinxperlo.
Dus ik waag me niet op glad ijs. Ik vind dat dat de taak is voor iemand, ik denk voor zelf, die dan heel veel fotomateriaal erover heeft, ook de nodige kennis en informatie heeft. Dus dat laat ik echt over aan de denkvassen.